Het coronavirus treft onze samenleving zwaar. Maar de strijd tegen het virus haalt ook bij velen het beste naar boven. Het avondelijk applaus voor de enorme inzet van het zorgpersoneel. De dank aan het winkelpersoneel dat al weken keihard uren klopt. Het respect voor de vele werkers die overheidsdiensten en bedrijven draaiend houden. De sympathie voor alle werkers die werk, gezin, school en opvang proberen te combineren. En ik voeg er graag dank aan toe voor de medewerkers van het ACV, die honderdduizenden leden helpen bij hun vragen rond werk en uitkering. Het respect voor al die gewone mensen is hartverwarmend. Covid-19 zorgt voor een keerpunt. Velen beseffen opnieuw hoe belangrijk sociale bescherming is: van gezondheidszorg over werkloosheidsvergoeding, arbeidsbescherming tot steun aan zelfstandigen met een kleine zaak. Men ziet weer hoe essentieel het is om een krachtige, doeltreffende overheid te hebben. Een overheid die burgers en bedrijven helpt en bijspringt. De confrontatie met een onzichtbaar virus zorgt ook voor het pijnlijk blootleggen van de weeffouten in onze samenleving en onze economie. Mondiale handelstromen worden aangedreven door onwaardig werk, onleefbaar loon, ondermaatse sociale bescherming, de uitwassen van de unfaire globalisatie. Zijn zeer zichtbaar geworden. To buy or not to buy was een waanbeeld van vrijheid. Vandaag herontdekken vele mensen de echte waarde van vrijheid. To be or not to be. We kunnen maar leven als we duurzaam samen leven. En zo brengt de confrontatie met COVID-19 ons ook een kans: de kans om anders en beter te doen. Het virus zorgt voor een vernieuwing van het solidaire cement dat onze samenleving bij elkaar houdt. Mensen zien weer het belang van een sterke sociale zekerheid en een goede overheid. Al wie enkele weken geleden verkondigde dat daar stevig moest op bespaard worden, houdt zich nu gedeist. Ze weten wel waarom. Want investeringen in zorg en in sociale bescherming blijken nu levensnoodzakelijk, net als de waardering voor het personeel. In die collectieve voorzieningen. Met meer mensen en meer middelen. Met meer aandacht voor welzijn en gezondheid dan voor welvaart. Met meer respect voor de grenzen van de planeet. En met meer draagvlak voor fiscale rechtvaardigheid. Laat ons die breed groeiende consensus bezegelen in een nieuw sociaal duurzaamheidspact. En een beter leven voor iedereen. Maar ik ben ook niet naïef. Dat gaat niet vanzelf. Twaalf jaar terug, met de financiële crisis, werd dat ook gezegd. En wat gebeurde? De overheid moest banken en economie redden. En de rekening belandde bij de gewone mens. Met besparingen en hogere facturen, met privatisering en met commercialisering. Dat onze gezondheidszorg er nog staat, is omdat we al jaren samen met de mutualiteit tegengas geven op de besparingen en blijven opkomen voor kwaliteitsvolle en betaalbare zorg. Dat onze sociale zekerheid nog beschermt, is omdat we al jaren uitleggen dat lagere uitkeringen niet automatisch leiden tot meer mensen aan het werk. Tegenslag kan iedereen overkomen. Dat wordt nu wel duidelijk. Meer dan 1 miljoen mensen kregen in april een vervangingsinkomen vanuit tijdelijke werkloosheid. Maar opnieuw ben ik niet naïef. Velen vallen naast het vangnet van de tijdelijke werkloosheid. Vele uitzendkrachten en tijdelijken worden volledig werkloos met lagere uitkeringen en met minima tot onder de armoedegrens. En velen hebben zelfs dat niet, omdat ze nog niet lang genoeg werkten of politiek werden uitgesloten van de werkloosheidsuitkering. De mensen in flexijobs, op digitale platformen, laag betaald en onbeschermd. Dat brengt ons dus bij solidariteit en herverdeling. En ik stel de zaken graag duidelijk. Solidariteit en herverdeling, dat is pas mogelijk als iedereen zijn steentje bijdraagt. En daarom moet elk inkomen zijn juiste fiscale bijdrage leveren. Een euro is een euro. Zelfs de grote meerderheid van de experten in de Hoge Raad voor Financiën komt tot die conclusie. Weg met de fiscale koterijen die weinig nemen van wie veel heeft of die veel geven aan wie al veel heeft. Als de sterkste schouders een correcte last dragen, kunnen de andere schouders zelfs wat minder overladen worden. Alleen als elk fair zijn bijdrage betaalt, kunnen we ziekenhuizen financieren. Alleen als iedereen zijn faire bijdrage betaalt, kunnen we de vergrijzing opvangen. Alleen als elkeen zijn faire bijdrage betaalt, kunnen we de planeet leefbaar houden. En daarom moet er snel een vermogensbelasting komen. 1% op vermogen boven de 1 miljoen euro. Elk bedrijf dat nu overheidssteun krijgt, moet ook eerlijk belastingen betalen. En op elk inkomen uit arbeid moet een juiste bijdrage aan de sociale zekerheid betaald worden. Door werkgevers en door werknemers. Die bijdragen zijn uitgesteld inkomen. Die bijdragen vormen onze sociale verzekering. Ze vervangen of steunen ons inkomen bij tegenslag, zoals ziekte, werkloosheid of bij ouderdom. Wie die zekerheid van inkomen wil, moet er ook aan bijdragen. En als nu 180.000 mensen bedreigd zijn met ontslag, moeten ze kunnen rekenen op de bescherming en de steun van onze sociale zekerheid. We moeten dringend maatregelen uitwerken. ...en middelen voorzien om die gigantische schok op te vangen. Om de beschikbare arbeid te herverdelen. Via bijvoorbeeld een crisis tijdkrediet. En met aanmoedigingspremies om arbeidsduur te verkorten. Maar ik maak me ook geen illusies. Net als bij elke herstructurering en faling... ...zullen de oudste werkers het eerst moeten gaan. Voor hen komt er best een crisis-SWT. Want hun kansen... Om in deze context een nieuwe baan te vinden zijn helaas erg klein. Zekerheid en bescherming, dat zijn de echte zorgen van mensen. Niet de zoveelste loze lokroep om een nieuwe staatshervorming, waarbij men kiest voor verdere opdeling en dus finaal voor verdere verdeling van mensen. We gaan heus geen betere zorg krijgen door bevoegdheden nog verder te verkavelen. Door de komst van COVID-19 zal de wereld nooit meer dezelfde zijn. Dat is zeker. Wat het wel wordt, is minder zeker. De toekomst staat niet in de sterren, maar die toekomst maken we samen. Samen met ieder die het goed voor heeft met de samenleving: met het ACV, met onze beweging, maar ook met gelijkgezinde organisaties. In alliantie met die politici en die werkgevers die ook overtuigd zijn dat het anders moet. De The Times, they are a changing. Zong Bob Dylan. Dat was 50 jaar geleden en dat is nu weer zo. De richting van verandering, die hangt af van de weg die wij kiezen. Laat ons kiezen voor de vernieuwing van dingen. Rerum, renovarum.